Paul, welk gevoel sta je hier? Ja, toch wel een tikkeltje teleurgesteld. Ik denk dat er 3 punten wel in zaten. Zeker op het begin kregen we goede kansen met Emiel, volgens mij bepaal of lat, ik weet niet, kruising. Als die erin gaat, dan voetbal je natuurlijk makkelijker, krijg je weer zelfvertrouwen. En dan denk ik dat je die wedstrijd gewoon naar je hand kan zetten. Ja, dat is helaas niet gebeurd. Je scoort niet. En ik denk dat we verdedigend heel weinig weg hebben gegeven. Dus wat dat betreft complimenten. Alleen jammer dat we gewoon die 3 punten niet konden pakken vandaag. Voelt het dan een klein beetje als een verloren wedstrijd? Voor mij persoonlijk wel, want ik denk gewoon dat er meer in zat vandaag. De eerste helft, ik had het gevoel dat PEC Zwolle vooral het spel maakte, maar wij hadden echt de grootste kansen. Ja, inderdaad, we lieten PEC Zwolle gewoon een beetje voetballen achterin en dan uiteindelijk natuurlijk wel druk zetten op onze helft. Dat kwam redelijk goed, denk ik. En daaruit creëren we dan ook in de omschakeling kansen en die maken we dan helaas niet. In de tweede helft veranderen dat beeld. Wat veranderen qua spel bij ons? Op een gegeven moment zei de trainer vanaf de zijkant van we gaan koppelen op het middenveld. Ik denk dat het een goede set was, want je zag gelijk dat we wat beter stonden. En dat Zwolle eigenlijk niet meer echt in hun spel kwam. Is het lekker weer, 90 minuten voetballen na zo lang een blessure? Ja, zeker. Ik heb er super hard voor gewerkt om die knie weer belastbaar te krijgen. En dat is gelukt. En dan, vorige week hadden we de tweede helft gespeeld tegen AZ. Dus daar was ik al super blij mee. En vandaag was ik blij dat ik weer kon starten. Dus jammer dat het alleen niet 3 punten zijn. Maar ik ga volgende week proberen dan. 90 minuten, was het lastig om het helemaal vol te houden? Ik moet zeggen, het ging beter dan verwacht. Ik dacht misschien vandaag 70, 80 minuten. Maar eigenlijk voelde ik me hartstikke goed. Dus ik zat voor geen moment te denken aan een wissel. Dus ik ben blij dat ik de 90 heb afgemaakt. Alleen wat ik zeg, gewoon jammer dat we geen 3 punten hebben gepakt. En vond ik natuurlijk een hele moeilijke wedstrijd uit tegen Ajax. Ja, klopt. Ja, dat wordt een hele lastige. Maar we gaan ons best doen. Dus we zien het wel.